van Diana Ross en de Bee Gees. En zo heet hij, de Chain Reaction. Zo is het, dus weer een nieuwe zaterdaglekje. Ik zal je eens even openzetten. Oh, wat heerlijk om mij open te laten zetten. Dank overigens voor alle leuke appjes die wij regelmatig krijgen. Via de, dat is fijn, hè? Er zit ook wel eens een keer een vervelende tussen. Die dat heb vind je ik ook wel heel vervelend, waarom toch? Waarom kan jij niet tegen kritiek? Nou, ik kan wel tegen kritiek, maar ik wil die negatieve dingetjes haal ik gewoon weg. Is dat nou wel zo'n goed idee? Ja, dat vind ik een goed idee, als ik heel eerlijk ben. Ik probeer het te begrijpen. Ja, dat begrijp ik wel, maar ik haal ze gewoon weg, want... Dat is jouw eigen maniertje. Ik heb mijn eigen maniertje. Ja. Maar wat is het dan precies voor manier? Nee, dat gaan we niet vertellen. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Zin in! Zo, nieuwe weekend. 8 mei 2021. Begint met Keur in de Middag. En daar gaat hij weer met een kakeltje show 355. De week is weer voorbij. Je bent lekker vrij. Ja, zo is het. Jouw radioshow met de nacht. Keur in de Middag. Namens Lex Jelander weer, roep ik ook. Goeiemiddag. Ja, lekker om je weer te zien, hoor, Lex. Ik ben wel weer blij, hoor. En kijk mee via de beelden, mensen, want die worden zeer professioneel geschakeld door tante. En dat is Nick Paré. Hij doet zo mee, want 1 en 1 is gewoon 2 bij Keur in de Middag. Ja. Zijn mensen die show te druk vinden? Ja, ik begrijp daar niks van. We hebben niks van, natuurlijk, want we zitten vol energie. Het is nou pas mijn 6e werkdag deze week. De zesde pas. En dat doe je al anderhalve maand of zo? Ja, is het? Zeker. Ja, en hoe lang denk je dat je dat nog zo moet doen? Nou, als het aan mij zou liggen, bijvoorbeeld tot in de vergetelheid. Ja, snap ik. Maar ik ga daar natuurlijk niet over. Nee, ik ga daar helemaal niet over. Dat vind ik... Ja, wat is dat nou toch? Wie is dat nou toch weer? Oh, goedemiddag, meneer Keur. Hey, dat Beb. Ja, ik ben in Beb. Ik hoor het, ja. Ja, ik ben Beb. Ja, ik hoor het, schat. Ik ben zo niet nog een fan van u. Ach, dank u. Oh, ik ben zo fan. Ik vind u altijd zo echt, hè. Nou, en ook van dichtbij, hoor. Ja, vindt u niet? Ja, oh, ik heb mij niet stuk, hoor. Dank u wel. Ik tegen u zeggen. Dank u wel. Dat u het weet, hè. Ja, ik weet het, hoor. Ik kan altijd met mijn langs komen, hoor. Nee, dat hoeft ook niet. Dag, dag Beb. The legend of the phoenix. Who cares, baby? Dat is Bruno Mars en... Think I Wanna Marry You. Nou, ik zou ook wel willen trouwen, maar ik heb toch door de jaren wel een heleboel hang-ups gekregen natuurlijk. Ja, snap ik. Dus dat wordt voor mijn partner wel lastig, hoor, Lex. Van de week heb ik me even psychologisch laten onderzoeken. Ben mijn psycholoog weg? Zeker weten. En hij zegt, zou jij in 8 woorden kunnen uitleggen iets over jouw karakter, waar je het meeste mee zit? 8 woorden, ja. 8 woorden. Ik zeg, ik ben lui. Dat zijn geen 8 woorden, dat zijn 3 woorden. Ik ben eigenlijk nog lui, ik ben. Dat kan niet, hoor, mensen. Ja, hoor.